Jij bent al 33 jaar met Frans? 30. 30? Maar 33 jaar? Ja, 33 jaar kennen we elkaar, ja. Hoe doe je dat? Hoe houd je zo lang vol? Wat een vraag. Net of je het vol moet houden. Dus dat eigenlijk... Eigenlijk de vraag is al verkeerd. Ja, de vraag is natuurlijk verkeerd. Hoe hou je het vol? Dan denk je nou, dat is een stomme vraag hoe je het volhoudt. Je bent toch gewoon met iemand getrouwd en iemand vol te houden? Frans en ik hebben ook heel veel shit gehad, weet je wel, verdriet gehad. En heel veel diepe dalen gekend ook. En dan is het blijven praten. Ja, en het is gewoon dat je zoveel van iemand dan ook houdt gewoon. Ja, je houdt het vol. Waar heb je hem ontmoet? In de kroeg. Mijn oma die zei altijd tegen mij... Neem nooit een vent uit de kroeg, want diegene die alcohol hebben uitgevonden, die zoek ik nog. Het had heel veel problemen natuurlijk, want ze vroegen, verzopen ze alles in die kroeg. Dan kregen ze natuurlijk het salaris. En dat werd uitbetaald in de kroeg, en mijn vader ook hoor. En een leunzakje, en dat verzopen ze natuurlijk in die oude smeetje. En dan zaten al die vrouwen zonder geld. Kijk, in het begin als je verliefd bent, dat weet iedereen. Dan loop je de hele dag met vlinders en allemaal die dingen. En dan heb je als je jong bent, dan kom je dat bed niet meer uit. Nee, dat ben je net Yoko Ono en John Lennon, weet je wel. Die zitten dan de hele dag. Maar daarna, want verliefd zijn is een hormoon. Ja. Verliefd zijn is gewoon een hormoon. Een hormoon dat daalt op een gegeven moment. En dan komt het erop aan. En dan krijg je hele andere dingen. En dan krijg je problemen, want dat is het leven. Niet, ja. Kijk, als het goed gaat, is alles uit. Het is niet bijzonder om aardig te zijn tegen iemand die aardig voor jou is. En zo is het ook in een huwelijk. Het is niet bijzonder om een goed huwelijk te hebben als alles goed gaat. Het is pas bijzonder... om een goed huwelijk te hebben terwijl je een klote tijd hebt. Ja. En als je dat overleeft, nou dan ben je sterk als de hele Titanic. Want dan ga je echt niet tegen die ijsschot staan. Zo moet je echt gewoon denken. Ja. En samen door diepe dalen, dan krijg je echt een betere band van dan samen op vakantie gaan. Echt. Ja. En als, dus, als iemand dat dus dan niet, als iemand dan, je hebt het moeilijk en iemand zegt hij, ik peer hem. Ja, dan is het gewoon een watje. Ja, dan is het gewoon een watje. Echt, dat... Wist je bij Frans dat hij gelijk de ware was? Nee, want ik had met Frans en zo. Toen had ik ook... Frans, ik weet het, zo komen we niet hoor. Zo, ik wil ook graag met mijn vriendinnen stappen. En toen begon Frans zo te huilen. Toen zei hij, ik ben zo verliefd op jou. En toen dacht... Ja, en toen dacht ik, oh... En nog steeds volgens mij is hij heel erg verliefd. Ja. Hij lacht het hardste van iedereen om jou. Hij heeft ook ontzettend veel lol altijd. En ik kom echt ook wel mensen tegen, vriendinnen. Die ook wel net zo lang zijn, maar ook erbij. Ja, die hebben natuurlijk toch al 3, 4 versleten. Oh ja? Ja, maar die hebben gewoon 4 verschillende kinderen bij 4 verschillende vaders. Die kennen gewoon kwartetten. Hallo, van wie ben jij? Soms denk je wel eens dat je denkt, nou... Dat bij elkaar past, dat is echt ongelooflijk. Dat is zo'n kubusding, die krijg je met geen mogelijkheid goed. Of in elkaar. Hoe zorg je dat je niet, als er iemand anders voorbij komt, dat je die afleiding niet neemt? Nou, kijk, dat is natuurlijk... Kijk, als Graziano Pelle, zeg maar, bij wijze van spreken langs zou lopen, dan zou ik ook wel denken, jeetje, dan zit Frans er dan bij. Mijn god. Maar er gaat gewoon niemand boven Frans. Van, oh, nou, wat een leuke vent, wat een leuke man. Zeg, ik moet daarmee de koffer in en ik moet me daardoor laten uitwonen en al die flauwekul, weet je. Maar dan is Frans dus zo leuk dat je denkt, ik ga never nooit meer. Nee, dan is het van, hoe zou het leven zijn zonder Frans? Dan zou ik het ervoor over hebben om dus een scheve schaats te rijden met een of andere... Ik zou nooit met Graziano Pelle bijvoorbeeld de koffer in willen duiken dat ik Frans daarvoor op wil geven. Zo niet. Nee, nooit. Maar mij is er van spreken. Ja. Dan denk ik, ja, pleur eens op, joh, gek. Je bent wel leuk, maar wel met je klauwen van me afblijven. Wat een hele moeilijke met Graziano Pelle. Kunnen we bijvoorbeeld die gewoon Sjoerd Buisman nemen of zo? Ik zou het zo weer doen. Ja? Ja, ik hoop ook dat ik eerder dood ga als Frans. Oh, want dan hoef je niet te missen. Nee, precies. Oh. Ja, en hij hoopt dat eigenlijk ook. Omdat je dan gewoon al denkt, ik zou niet weten hoe ik zonder hem moest. En hij niet zonder haar. Oh. Kijk, dat is nou echt liefde, dus het bestaat wel.